Dit is tot 6 uur vanavond de NPO Klassiek Filmmuziek Top 100. Hier is Hans Smit. Ja, goedemorgen. Het moment is daar. De start van de Filmmuziek Top 100. Jullie Filmmuziek Top 100. Er is veel gestemd. En vorig jaar was het nog een top 50. En de verdubbeling van de lijst betekent natuurlijk twee keer zo leuk. Maar betekent ook een hoop nieuwe muziek, uiteraard. Neem nou dit eerste uur. Dat bestaat uit alleen maar nieuwe binnenkomers. Nummer 100. En op nummer 100 vinden wij muziek uit de film Batman, muziek van Danny Elfman. Ja, de stemmers moesten antwoord geven op de vraag, wordt het Batman of Superman, hè? Van alle stemmers voor de filmmuziek top 100 gaat 66% voor Batman en maar 34% voor Superman. Even wat reacties van de inzenders. Mark Geers die zegt, iconisch, droeg heel erg bij aan het opnieuw uitvinden van de nieuwe stijl van Batman, deze muziek. Van campy TV-held naar coole en sinistere superheld op het grote doek. En Misha zegt, echt episch, theatraal, bombastisch, net als de film zelf. Symphony of London Orchestra onder leiding van Shirley Walker met de main title, de hoofdmuziek van Batman van Danny Elfman op 100 in de filmmuziek top 100. Was grappig trouwens, producent John Peters die wist in het begin niet zeker of hij Danny Elfman wel als componist wilde. Maar regisseur Tim Burton die gaf hem het voordeel van de twijfel. Uiteindelijk werd het de score alom geprezen door de pers en in veel recensies als hoogtepunt genoemd van de film. Dat wil je als producent denk ik ook niet. Nou ja, iemand zegt, dan luisteraar, persoonlijk een van mijn favoriete stukken van Danny Elfman, dat hij ruim 8 minuten vast kan houden met één meeslepend nummer. Geweldig. The Last Samurai, een film uit 2003 die gedragen werd door de muziek van Hans Zimmer. Voor mij de mooiste totale filmscore. Dus je snapt hoe blij ik was toen tijdens het concert in de Ziggo Dome een compilatie werd gespeeld. Ja, en
van Bond nu naar Bos. Ruud Bos, die staat hier in de studio. Fantastisch. Goedemorgen. Ik mag tutoyeren. Ja, alsjeblieft. Ja. Goedemorgen, Ruud. Ja, goedemorgen. Van harte gefeliciteerd met jouw notering in de top 100 voor De Fabrieken. Absoluut. Die succesvolle serie uit de jaren 80. Ja. Voor het eerst dus in de top 100. Ruud, hoe is dat gegaan destijds? Neem ons even mee naar de jaren 80. Ik deed heel veel werk voor Joop van den Ende. Theaterwerk, televisiewerk. En hij gaf mij de opdracht om muziek te maken voor een nieuwe te maken televisieserie De Fabriek. En hij gaf daar een hele duidelijke, maar iets wat irreële opdracht bij. Namelijk, hij zei, het moet een hit worden. Nou heb ik met heel veel regisseurs en producenten gewerkt. En meestal krijg je geen feedback. Mm-hmm. Want heel veel producenten en regisseurs zijn niet zo muzikaal. Dus dit was in ieder geval iets. Ik heb wel eens muziek gemaakt voor een film. Toen de muziek helemaal af was, zei de producent, je had eigenlijk iets meer country gewenst. Ja, waarom zeg je dat dan niet van tevoren? Heb ik altijd werk gedaan voor Jan Joker. Maar dit moest een hit worden en het werd een hit. Ja, maar dat kun je natuurlijk niet van tevoren afdwingen. En aan de kennis van nu, wat denk je dat heeft bijgedragen tot die hitpotentie van jouw score, jouw muziek bij die serie? Ik denk toch wel de herkenbaarheid en de power en de agressie waarmee de inzet plaatsvindt. Het was een mooi bruggetje en een mooi cliffhanger om te gaan luisteren naar De Fabriek van jou, Ruud Bos. Dank je. Nummer 71. De Fabriek, pakkend inderdaad het begin van die hitserie. Zowel op acteerprestaties als op muziekgebied. Ja, en de vader van die soundtrack, Ruud Bos, die was hier dus. En heeft nu een grote bos bloemen in ontvangst. En het mooie is, hij komt terug uitgebreid de spotlights op Ruud Bos. Bij de collega's van Maatwerk, bij collega Sander Zwiep op 21 maart aanstaande. Dat is ook weer iets om je op te verheugen. Thank you.
het onvolprezen Metropoolorkest onder leiding van Rogier van Otterlo met de muziek voor Soldaat van Oranje. En je gelooft het niet, maar we zijn hier. De 100 mooiste soundtracks ooit gemaakt. Dit is de NPO Klassiek Filmmuziek Top 100.